deze Halloween start hier al een volledig leeg station. We zijn op Antwerpen Centraal. Chloe is heel excited. Ja. Burgemeester E. Rekkaartsplein. Oké, ik heb nog nooit gezien dat je in een automaat fucking brood kan kopen. Brood. Welkom in Bobbejaanland, maar dan met Halloween. Jee. Oh, het is een pompoen. Alright, dragon. Hoos van de zee. Monkey clan. Maar waar zijn de aapjes? Kijk, je hebt hier King Kong 1 en dan heb je King Kong 2. Wow, what the fuck is happening? Ik bevind mij in de zogenaamde Forbidden Caves in Indonesia. Ik sta op het punt de magische kristallen te ontdekken. Bah, het is niet eng hoor, ga maar door. Descent into a world of adventure just ahead. Claustrofobie. Geesten. Vroeger was hier zeg maar zo'n show. Dan had je hier echt zo'n tourhit en dit was dan een lift. In de lift gaan jullie kennis maken met mijn zoon. Jannik is aan het puberen. Ik zou willen vragen, als er jonge dames zijn die misschien even... Ja, probeer eens een keer, maar ik vrees er een beetje van. Oeh. Ik vind de pose van deze guy wel leuk. Het is gewoon zo... Vind jij van de Amazing Cave Tours? Die mappen hebben meer stof dan mijn mappen van de tweede kleuterklas. Als iedereen klaar is, kunnen we vertrekken, hè. Ik wil met de clown gaan praten. Hallo. Oké, wij gaan dus straks Bazaar Bizar doen, maar je mocht hier niet filmen, dus damn shame, man. Bizar Bazaar was wel een pretty neat spookhuis. Voordat we naar binnen gingen, moesten we eigenlijk een 3D-bril opzetten, omdat het gebouw waarin het spookhuis verwerkt zit eigenlijk zo gedesigned was dat het heel desoriënterend was met een 3D-bril. Dat was ook niet zo'n bijzonder eng spookhuis, aangezien dat er nog veel licht in zat. Ook de scare actors raakten nu amper aan, dus ja. Thank you.
zijn ook nog in het spookhuis Wrecked geweest. Dat was echt een super episch spookhuis. In het begin word je namelijk binnengelaten door een demonische piraat. Die zegt dan van ja, we gaan een schat zoeken. Maar opeens is er een storm en begint alles in de fucking kamer gewoon te trippen. En wordt de piraat zelf ook geflipt en zegt hij ja, dat we die weg uit moeten gaan. Op een psychopathische manier. Dan ga je langs allerlei scènes met enge piraten dingen. Allemaal piraten die langs doeken en zo u laten schrikken. Uiteindelijk heb je ook nog een stukje waarbij je door water moet lopen. En dan ben je in de schatkamer, maar dan gooit de piraat jou eruit voor some reason. Het is wel echt een super episch spookhuis, maar niet als je snel bang bent. Want er was namelijk iemand in onze groep die er volgens mij een heel groot trauma aan overgehouden heeft.